Deze video gaat over het gebruik maken van een variabele volumepipet. Deze pipetten komen er in allerlei verschillende vormen en maten. Dit is een pipet van het merk BioHit. En zoals je kunt zien staat aan de zijkant van de pipet voor welke volumes deze gebruikt kan worden. Deze kan gebruikt worden van 200 tot 1000 microliter. In het display kun je zien welk volume ingesteld staat. Nu staat de pipet ingesteld op 1000 microliter, oftewel 1 milliliter. Door te draaien aan de knop aan de bovenkant van de pipet kan het volume veranderd worden. Deze knop wordt altijd rechtsom gedraaid om het volume naar beneden bij te stellen en linksom om het volume naar boven bij te stellen. Het instellen van deze pipet op een volume van 850 microliter bijvoorbeeld gebeurt door de knop rechtsom te draaien totdat in het display 850 verschijnt. Dit is een 1 milliliter pipet. Andere BioHit pipetten zijn bijvoorbeeld de 200 microliter pipet, die gebruikt kan worden van 20 tot 200 microliter. In het display kan nu ook het volume afgelezen worden, 200 microliter. En ook hier weer de knop gebruiken om het volume aan te passen naar bijvoorbeeld 190 microliter. Nog een kleiner volume pipet is de 20 microliter pipet met rode dop. Kan ingesteld worden van 2 tot 20 microliter. En let op, bij dit display zie je een punt staan, dus deze kan ook achter de komma nog ingesteld worden op halve microliters. Zoals nu bijvoorbeeld op 16,5 microliter. Dit is een 5 milliliter pipet. Kan ingesteld worden van 1 tot 5 milliliter. Ook hier zie je weer in het display een punt staan. Links van de punt is het aantal milliliters en aan de rechterkant tienden en honderdste milliliters. Dus bijvoorbeeld nu staat die ingesteld op 5 milliliter en als we de knop rechts omdraaien komen we uit op bijvoorbeeld 4,25 milliliter. Al deze pipetten hebben aan de onderzijde een filter zitten om te voorkomen dat er materiaal de pipet in kan komen door verkeerd gebruik. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je hem verkeerd gaat gebruiken, maar het zal eens een keer misgaan. Ter vergelijking een pipet waar het filter ontbreekt. Die ziet er zo uit, dus let erop dat als je pipet gebruikt dat het liefst zo'n filter erin zit, zodat hij in elk geval beschermd is tegen rommel wat erin kan vliegen. Voordat een pipet gebruikt kan worden, moet er een plastic puntje opgeplaatst worden. Pipet kun je nooit zo gebruiken en in een oplossing steken, want dan kunnen we hem zo weggooien. De milliliter pipet die ik nu vast heb met de blauwe dop, daar wordt een blauw pipetpuntje opgezet, zoals hier te zien is. Zorg dat hij goed vast zit, dat hij er niet halverwege het pipetteren vanaf kan vallen. In deze blauwe pipetpunt wordt de vloeistof opgezogen en kan die dus van het ene bekerglas naar het andere bekerglas verplaatst worden. Nou, deze pipet staat ingesteld op een volume van 850 microliter en we gaan eens kijken hoe nu deze pipet gebruikt moet worden. Daarvoor moeten we eerst kijken naar de bovenkant. Hier is de knop die gebruikt wordt om te pipetteren. Hij staat nu in stand 1 en als we hem indrukken tot de eerste weerstand, de tweede stand, en verder doordrukken tot de derde stand, dan zien we welke standen er gebruikt worden bij pipetteren. Als we hem naar de eerste stand toe drukken, dan is de pipet klaar om in een oplossing te doen om iets op te nemen. Bijvoorbeeld een kaliumpermanganaat oplossing. En ik laat nu heel langzaam de knop weer teruggaan naar de eerste stand. Dus aan de bovenkant zie je ook, ik heb nu de knop weer helemaal omhoog laten komen langzaam. Pipet hou je ten alle tijde verticaal. En als ik nu wil uitpipetteren in een leeg bekerglas, dan zet ik die pipet ook onder een hoek van 45 graden tegen de glaswand en druk ik heel langzaam de knop naar de eerste stand en vervolgens door naar de tweede stand, zodat de pipetpunt helemaal leeg is. Dan kan die uit het bekerglaasje gehaald worden en kan de pipetpunt weggegooid worden. Dat doen we niet door hem er zelf met de handen af te halen, maar door gebruik te maken van deze eject-knop. Dus een afvalbekerglas kan nu de pipetpunt in weggeschoten worden.
Dit is de 200 microliter pipet. En voordat we deze gaan gebruiken, moet daar ook een plastic puntje op geplaatst worden. En voor deze pipet is dat een geel puntje. Nou, die wordt er ook weer goed op geplaatst, zodat hij er niet vanzelf af kan vallen. Als we hier nu ook weer mee gaan pipetteren, dan is het eerste wat je doet dus deze knop indrukken tot de eerste stop. Dan kan de pipetpunt in de oplossing geplaatst worden. En kan de knop langzaam omhoog gaan om alles op te zuigen in de pipetpunt. Nou, zodra alles erin zit, kan die uit de oplossing. En gaan we bijvoorbeeld weer uitpipetteren in een bekerglas. Zet de pipetpunt tegen de glaswand en druk rustig tot de eerste stop. En als je de eerste stop bereikt hebt, dan kan het zijn dat de pipetpunt al leeg is, maar je drukt altijd door tot de tweede stop. Om zeker van te zijn dat alles uit de pipetpunt is, en dan kan die eruit. En kan ook hier weer de pipetpunt weggeschoten worden door gebruik te maken van deze eject-knop in een afvalbekerglas. De grootste pipet, de 5 ml pipet, daarvoor gebruiken we kleurloze pipetpunten. En dat zijn voor de BioHit pipetten de pipetpunten met een geribbelde rand aan de bovenkant. Dus die zetten we ook weer op de pipetpunt. En deze kan op dezelfde manier gebruikt worden als de andere pipetten. Eerst indrukken tot de eerste stop. Vloeistof rustig opzuigen weer. En dan het uitdrukken in ander bekerglas tot de eerste en dan de tweede stop. En dan is alles eruit. Pipetpunt ook hier weer met de eject-knop weg. En de allerkleinste pipet, de 20 microliter pipet, heeft een rode dop, maar ook hier gaan de gele pipetpunten op.